de leadership guru Ben Tichelaar, die de vorige week een drietal seminars heeft verzorgd in ons land, is vandaag huiswaarts gekeerd. Tichelaar heeft op verzoek van de religieuze organisatie Stichting Apollos en het Kennis- en Expertisecentrum Suriname KES enkele eendaagse leadership seminars verzorgd. Tichelaar, die als leadership guru is aangekondigd, ziet zichzelf echter als een student op het gebied van leiderschap. Hij is nu al bijkans 25 jaar bezig met studeren op leiderschap, schrijven over leiderschap en geeft onderwijs hierover op allerlei plekken. Doordat je er een behoorlijke tijd mee bezig bent, ga je allerlei dingen leren, zegt Tichelaar. Dat probeer ik weer door te geven. Dus ik ben meer een onderwijzer dan het woord guru zou ik zelf niet gebruiken. Maar hoe begon het voor u? Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in hoe leiderschap werkt, hoe invloed werkt. Dat vond ik al interessant op de middelbare school. Ik was zelf voorzitter van de schoolkrant, hoofdredacteur van de schoolkrant. Schreef ook al over onderwerpen die soms een beetje over dit soort dingen gingen. Nog niet zo heel erg duidelijk hoor, maar ik vond dat wel heel interessant. En ik ben later ook op dat gebied gaan studeren. Ik heb zelf leiding gegeven op een aantal plekken. Dan ontdek je ook hoe moeilijk het eigenlijk is in de praktijk. Hè. Als je het alleen maar uit de boeken kent, is het makkelijk. Maar als je het zelf moet doen, ja, dan ontdek je hoe ingewikkeld het wordt. En ik heb zelf ook promotieonderzoek op dit gebied gedaan. In allerlei verschillende bedrijven, in praktijksituaties. Ja, en stapje voor stapje leer je steeds meer. En word je ook steeds realistischer, moet ik ook zeggen. De drie seminars die Tichelaar verzorgt, waren bestemd voor managers en leidinggevenden uit het bedrijfsleven en bestuurlijk Suriname, studenten en leiders van religieuze organisaties. Volgens hem waren alle deelnemers leergierig en wilden heel graag leren hoe zich op dit terrein te ontwikkelen. De vraag was of een eendaagse seminar voldoende is om de leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen. Wat je kunt doen, daar moet je heel eerlijk in zijn bij dit soort sessies, is een stuk awareness met elkaar creëren. Mensen zijn hongerig naar kennis, willen eigenlijk even een gevoel hebben dat ze zichzelf ook kunnen updaten. Er zijn veel mensen bij die ook al veel weten, die al veel onderrichten, veel onderwijs hebben gehad op het gebied van leadership. Dus in die zin, voor heel veel mensen was het een update. Voor sommige mensen misschien een eerste kennis maken met een aantal ideeën. En ik denk dat zoiets altijd een soort impuls is in een langer verhaal. Dus er zijn mensen, bijvoorbeeld bij Stichting Apollos, die echt doorlopend werken aan de ontwikkeling van predikanten. En dat zijn langdurige opleidingen, langdurige cursussen. En dan af en toe heb je zo'n soort dag dat je weer een extra impuls geeft. En dat is ook wat ik van de mensen van KES heb begrepen. Er zijn allerlei programma's, allerlei trainingen. Maar eens in de zoveel tijd is het prachtig om met heel veel mensen bij elkaar te komen. En even als het ware de horloges gelijk te zetten. En te zeggen, oké, dit is de stand van zaken. Dit is wat we moeten leren. En dan is het leuk om daar ook sprekers bij te hebben. Ja, zo werkt het, denk ik. Ben Tichelaar, de in Nederland zeer bekende gedragswetenschapper, schrijver en onderzoeker. Hij is voor het eerst in Suriname en heeft na de seminars met zijn gezin een bezoek gebracht aan het binnenland. Zijn ervaring is dat het een prachtig land is met vriendelijke mensen. Hij noemde het wel een gekke ervaring dat hij uit het vliegtuig stapte en meteen Nederlands kon praten met anderen. Vooral ook omdat de cultuur en de temperatuur heel anders zijn en wij toch veel met elkaar gemeen hebben.